Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 8 delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Zesde deel, Leo Brandt. Ik zag hoe dat mannetje uw koffer openmaakte, mevrouw Vlaanderen, en daar een zakflacon met een zilveren dop uithaalde. Hij manipuleerde wat met die fles. Wat hij precies deed kon ik niet zien, omdat hij met zijn rug naar mij toestond. Hoe zag hij eruit, Davis, dat verdachte individu? Nou, om u de waarheid te zeggen, ik was er bijna van overtuigd dat het die Chester was. Die manager van het hotel, Frank Chester. Weet u wie ik bedoel? Ja, ik weet wie u bedoelt. Is dat alles wat u mij te vertellen had? Nee, lieve deugd, nee. Dat is ook niet de hoofdzaak, bij lange na niet. Later op die avond, toen u en uw vrouw al lang weg waren, ben ik nog even naar de bar gegaan om iets te drinken. Toen ik mijn hand in mijn zak stak om te betalen, vond ik dit briefje tot mijn grote verbazing. Luister, ik zal het u voorlezen. Wat er ook gebeurt, Mrs. Trevelyan is niet Alex. Mrs. Trevelyan is niet Alex. Alex is dat meisje in het bruin. Dat meisje in het bruin? Ja. Lieve deugd nog aan toe, nou vraag ik u, wat zou dat in vredesnaam kunnen betekenen? Paul! Ja, heb ik misschien iets scheks gezegd of zo? Nee, neemt u mij alstublieft niet kwalijk, meneer Davis. Het spijt me ontzettend. Mag ik dat briefje misschien even zien, meneer Davis? Natuurlijk. Het is niet getikt, Paul. Dat zie ik. Ja, ik vroeg mij ook al af of er geen methode bestaat om een handschrift te identificeren, zo als met vingerafdrukken bedoel ik. Jawel, meneer Davis, wanneer men tenminste beschikt over vergelijkingsmateriaal. Maar ja, als u het mij vraagt... Gelooft u niet dat dit briefje werkelijk door Alex geschreven is? Nu u het mij eens op de mannen vraagt, nee, dat geloof ik niet. Waarom niet? Nou, in de eerste plaats waren alle andere briefjes op de schrijfmachine getikt. En in de tweede plaats... Nou... En in de tweede plaats... Nee, ik geloof echt niet dat Alex dat geschreven heeft. Oh, ik vind het maar een verwaarde geschiedenis allemaal. Ja, maar schat, als Alex dat briefje niet heeft geschreven, is het dan in mijn zak terechtgekomen? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Meneer Davis, het is me volkomen duidelijk dat de persoon die dat briefje geschreven heeft, het ook in uw zak gesmokkeld heeft. Maar volgens mijn bescheiden mening wil dat niet zeggen dat het door Alex geschreven is. Ik begrijp het, meneer Vlaanderen. Tenminste, ik geloof dat ik het begrijp. Nou, het spijt me dat ik me zo idioot heb aangesteld. Integendeel. U bent me bijzonder behulpzaam geweest. Dank u, meneer Vlaanderen. Wat ik nog zeggen wou, ik ga binnenkort weer terug naar Canterbury. Misschien kan ik... Ricky, ik dacht dat jij in de bioscoop was. Er waren alleen maar rotfilms, mevrouw. Zo, sorry. Ik wist niet dat u bezoek had. Oh, dat is niet erg, hoor. Nou, dan ga ik maar weer. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Herkent u mij niet? Nee. Ricky. Ricky? Ricky, meneer. Hotel Nevada, 23rd Street, New York. Oh, ik ben bang dat jij je vergist. Ik ben nog nooit in New York. Herkent u mij echt niet, meneer Cartwright? Mijn naam is Davis. Wilfred Davis. Davis? Ja. Sorry, so sorry. Oh, trek het je niet aan, knap. Wij maken allemaal wel eens vergissingen. Meneer Davis wilde juist weggaan, Ricky. Mag ik u voorgaan, meneer Davis? Tot ziens, mevrouw Vlaanderen. Ik vond het erg prettig u weer eens gesproken te hebben. Ik hoop alleen dat ik mij niet te belachelijk heb aangesteld. Ach, wel nee, geen sprake van. Paul, geloof jij dat Ricky... Sst, wacht even. Zal ik eerst het zilver maar poetsen, mevrouw, voordat ik... Ricky? Ja, meneer Vlaanderen. Waarom noemde jij meneer Davis meneer Cartwright? Waarom noemde u meneer Cartwright meneer Davis? Nou, wij kennen hem als meneer Davis.
Ik ken hem als meneer Cartwright. Maar hij heet geen Cartwright, Ricky. Hij heet Davis. Dan heb ik mij vergist. So sorry. Nee, jij hebt je niet vergist, Ricky. En dat weet je bliksems goed. Jij hebt Davis in New York ontmoet. In het Nevada Hotel. Daar noemde hij zichzelf Cartwright. Ja, meneer Vlaanderen. Wanneer was dat? Vorig jaar. Januari, februari, maart. Ik heb namelijk 3 maanden in dat hotel gewerkt. Meneer Cartwright, hij had een appartement op de 2e verdieping. Meneer Davis, meneer Cartwright, zelfde gezicht, zelfde man. Ik mij niet gauw vergissen. Nee, dat geloof ik ook niet, Ricky. Dank je wel. Jawel, meneer Vlaanderen. Paul, wanneer die Davis heel iemand anders is dan voor wie hij zich uitgeeft, hoe kan hij dan in hemelsnaam... Hallo? Bent u daar, meneer Vlaanderen? Oh, hallo, inspecteur. Ik bel u namens Sir Graham. Ja? Is het mogelijk dat u nog even terugkomt naar de yacht? Vanavond nog? Ja. Tja. Het is nogal belangrijk, meneer Vlaanderen. Nou, goed, inspecteur. Zeg maar tegen Sir Graham dat ik er over een half uurtje ben. Dank u. Kindje, luister eens. Ik had om 9:15 afgesproken met een oude vriend van me, Leo Brandt. Ik zou hem ontmoeten bij Luigi, je weet wel, dat tentje op Haymarket. Ik zou graag willen dat jij in mijn plaats naar die afspraak gaat. Zorg dat hij niet weggaat, Ina. Ik moet hem dringend spreken. Hoe heet hij, zei je? Leo Brandt? Ja, je herinnert je hem toch wel, Ina? Je hebt hem een paar jaar geleden ontmoet bij Juan. Hij is een Amerikaan. Groot, blond, nogal knap. Oh, ja. Ja, nou weet ik het weer. Dat dacht ik wel. Nou, oké, kindje. Wij zien elkaar om ongeveer. Paul, wacht nou even. Wat is er? Paul, jij zei net tegen Davis dat je niet geloofde dat dat briefje wat hij in zijn zak had gevonden door Alex was geschreven. Ik geloof ook niet dat het door Alex geschreven is. Wie denk jij dan, Paul, dat het geschreven heeft? Als je dat met alle geweld wilt weten, ik geloof dat het geschreven is door... door meneer Davis. Door meneer Davis? Ja, kindje. Maar waarom zou Davis zoiets doen? Ja, Ina, ik heb nou echt geen tijd om je dat uit te leggen, hoor. Ik moet... Paul? Ja? Geloof jij dat... dat Davis de waarheid vertelde? Over die flacon? Ja. Nou, ik weet in ieder geval zeker... dat die Chester die flacon niet uit onze koffer heeft zien halen. Ja, hoe kun je dat nou toch weer zo zeker weten, Paul? Hij kan hem niet gezien hebben, althans niet door het sleutelgat. En waarom dan niet? Nou, weet je dat niet meer, kindje? Er zat geen sleutelgat in die deur. Althans, geen sleutelgat waar je door kon kijken... Daar zat een lipslot op. Ja, een lipslot. Ach, dat had ik toch moeten weten. Ja, kindje, dat had je moeten weten. Tot straks bij Luigi. Kom je niet te laat, Paul? Oh, zeg, wees een beetje aardig tegen Brent, hè? Jou, hè? Jou, Paul. Aardig, maar niet te aardig, hè? Als ik het goed begrijp, dan weigert u nu om een verklaring af te leggen. Ik weiger om welke verklaring dan ook af te leggen, Sir Graham. Ik meen dat ik dat nu toch wel duidelijk heb gezegd. Mrs. Trevelyan, een paar uur geleden liet u doorschemeren... Sir Graham, een paar uur geleden verkeerde Mrs. Trevelyan in een buitengewoon opgewonden... ik zou wel zeggen onevenwichtige toestand. Daarvoor heb ik u op dat moment ook gewaarschuwd. U heeft ons nog veel meer gezegd, Dr. Kruijma. Daar ben ik me volkomen van bewust. Volkomen. Maar de kwestie waar het om gaat is deze. Mrs. Trevelyan heeft bekend dat zij Alex was... Ik heb reden om aan te nemen dat ze inderdaad Alex is en daarom... U weet heel goed dat Mrs. Trevelyan Alex niet is. Wanneer u daadwerkelijk ook maar 1 ogenblik zou denken dan... Ja, wat dan? Dan zou u uw tijd niet op deze manier zitten te verknoeien. Waarom bent u gisteravond naar Hebron gegaan, Mrs. Trevelyan? Hoe was u op de hoogte van Carl Lassem en die 2000 pond? Geen antwoord geven, Barbara. Heeft u niet gehoord wat ik u vroeg? Waarom bent u gisteravond naar Hebron gegaan? Er is maar 1 antwoord op die vraag, Sir Graham... Mrs. Trevelyan is naar Hebron gegaan omdat zij de opdracht toe had gekregen. Doe Charles, alsjeblieft. Ik ben zo vrij om het niet met u eens te zijn, Dr. Kohima. Er zijn 2 antwoorden mogelijk op mijn vraag. Of Mrs. Trevelyan is naar Hebron gegaan omdat ze daartoe opdracht had gekregen, zoals u dat noemt. Of omdat... Omdat wat? Omdat zij degene was die Lassem had opgedragen daar 2000 pond naartoe te brengen. Sir Graham... Ik geef u de verzekering op mijn woord van eer dat Mrs. Trevelyan niet Alex is. Ja? Wat is er, inspecteur? Meneer Vlaanderen is er zo. Hij wacht in mijn kamer. Dank je, Crane. Ik ben direct terug, Mrs. Trevelyan.
sorry dat ik je op dit uur weer naar de jaart heb laten komen, Vlaanderen. Oh, dat is niet erg, Sir Graham. Wat is er gebeurd? Ik denk dat je daar wel een vermoeden van zult hebben, Vlaanderen. Ze wil niets meer zeggen. Aha. Mrs. Trevelyan heeft zich bedacht. Ja. Nou ja, dat maakt toch geen enkel verschil. Dat verandert toch niets aan het feit dat ze gisteravond in Hebron kwam afdagen. Daar gaat het niet om, Vlaanderen. Bent u begonnen te twijfelen? Nou, eerlijk gezegd, ja. Je weet dat ik er gisteravond volkomen van overtuigd was dat ze Alex moest zijn. Maar juist toen ze in Hebron kwam opdagen... Toen vond u dat net een beetje te duidelijk. Ja. Wat zie je, Vlaanderen? Wij weten dat Alex chantage pleegt. Chantage op een ongekende schaal, mogen we wel zeggen. We weten bijvoorbeeld dat hij namen Rice, Richard East, Kyle Lessem... en zelfs Sir Ernst Cranberry gechanteerd heeft. En wij zijn er nu vrijwel van overtuigd dat er naast ieder slachtoffer dat ons bekend is... nog minstens één onbekende arme duivel voor hem krom moet liggen. Maar het punt waar het om gaat, dat is het volgende, Vlaanderen. Heeft hij Mrs. Trevelyan misschien ook gechanteerd... om naar Hebron te gaan en te bekennen dat zij Alex is? Ja, daar ben ik van overtuigd. Jij gelooft dus niet dat Mrs. Trevelyan Alex is? Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik ook niet. En als u het mij vraagt, is die dokter Kohima Alex. Hoe komt u daarbij, inspecteur? Wel, om te beginnen. Die geschiedenis met die auto. Het was zijn auto die geprobeerd heeft u en uw vrouw dood te rijden... die avond na de moord op Sir Ernest. En in de tweede plaats moet u niet vergeten dat wij zijn potlood hebben gevonden... naast het lijk van James Barton. Maar hij ontkent dat dat zijn potlood is, inspecteur. Ach, kom nou. Gelooft u dat het zijn potlood is? Ja of nee? Ik... Ja, dat geloof ik wel, inspecteur. En toch geloof je niet dat dokter Kohima Alex is? Dat heb ik niet gezegd, Sir Graham. Nee, werkelijk, dat heb ik niet gezegd. Ja, Vlaanderen, er is nog iets wat ik al die tijd al had willen vragen. Die avond dat Barton is vermoord, hè? Toen was jij in Canterbury, in het Waverley Hotel, nietwaar? Waarom was je toen in Canterbury? Ik heb u precies verteld wat er in Canterbury gebeurd is, inspecteur. Ik heb u verteld van mijn gesprek met Frank Chester, alias Mulberry... over mijn ontmoeting met Wilfred Davis. We weten wat er gebeurd is in Canterbury, maar de kwestie waar het om gaat is... waarom bent u toen eigenlijk naar Canterbury gegaan? Ik wil een oude vriend van me opzoeken. Juist. Ik weet echt niet wat we met die Mrs. Trevelyan moeten doen, Vlaanderen. Als we haar niet onder arrest stellen. Wat u ook besluit, Sir Graham. Ik hoop dat u haar goed in de gaten houdt. Gelooft u dat zij in gevaar verkeert, meneer Vlaanderen? Ja, inspecteur. Ik geloof dat zij in gevaar verkeert. Enfin, dan moet ik er echt vandoor, hè. Ik heb een afspraak bij Luigi. Daar had ik al moeten zijn. Bij Luigi? Op Haymarket? Ja. Ik heb daar straks toevallig ook een afspraak, meneer Vlaanderen. Vindt u het vervelend om samen met mij te gaan? Oh, nee, helemaal niet. Ik bied u graag een drankje aan, inspecteur. Oh, dat is bijzonder vriendelijk van u. Goedenavond, Sir Graham. Tot ziens, Vlaanderen. Nou, ik kijk die kerel dus nog eens goed aan en ik vraag hem: over is dit fruit werkelijk vers? Waarop hij antwoordt: natuurlijk is het vers. Ik heb net zelf het blik opengemaakt. Nou, ik geloof er geen woord van dat verhaal, meneer Brandt. Mevrouw Vlaanderen, ik zweer u, sorry. Nou ja, goed, neem niet weg, het is een mooi verhaal. Jeez, is het al zo laat, dan moet ik er werkelijk van door. Nou, ik weet zeker dat Paul nu ieder ogenblik hier kan zijn, meneer Brandt. Zeg, Flora, hebben jullie geen telefoon? De telefoon hier in de bar doet het al een paar weken niet meer. Maar beneden in de vestiaire is een cel. Mooi, dank je. Wilt u me even excuseren, mevrouw Vlaanderen? Ik had namelijk nog een afspraak. Om 10 uur. Moet ik nou even bellen? U weet hoe het is, hè? Vrouwen met rood haar zijn reuze ongeduldig. Ga dan maar gauw. Dank u. Ik ben zo weer terug. Wil u misschien nog iets drinken, dame? Nee, eigenlijk niet. Nou, jawel hoor, Flora. Schenk ons maar eens 2 dry martinis in. Hallo, meneer Leffen. Dag, mevrouw Vlaanderen. Hoe komt u hier zo verzeild? Oh, ik wacht op mijn man. Oh, u wacht op uw man. Nou, dat is weer eens wat anders. Hè? Een vrouw die op haar man wacht. Iets in de geest van hond door man gebeten. Alsjeblieft. Ja, dankjewel daarvoor. Skol. Oh, dank u. U heeft zeker wel gehoord wat er gisteravond gebeurd is. Mrs. Trevelyan, bedoelt u? Ja, krankzinnige geschiedenis. Ik kan het nog steeds niet geloven, werkelijk niet. Ik meen het. Toen ik vanmorgen wakker werd en me weer realiseerde wat er gisteravond allemaal is gebeurd... Toen dacht u zeker dat u het allemaal gedroomd had. Ja, precies, eerlijk. Ik bedoel, die Mrs. Trevelyan, ze leek me altijd zo'n aardig mens. Ja, ja. Het zijn maar altijd dikwijls de schijnbaar aardige mensen die... Oh, hallo, Paul. Oh, hallo, kindje. Waar is Leo? Beneden, Paul. Even telefoneren. Oh, gelukkig. Ik was al bang dat hij weg was.
En, hoe is het met meneer Latham vanavond? Nou, in ieder geval een beetje beter dan vanochtend, meneer Vlaanderen. Ik zei net tegen uw vrouw dat ik het eigenlijk nog steeds niet kan geloven. Wat kunt u niet geloven, meneer Latham? Dat Mrs. Trevelyan Alex is. Oh, ik weet wel dat zij het was die gisteravond in Heyburn kwam opdagen. En volgens de kranten heeft ze ook al bekend, maar toch kan ik het niet geloven. Ik bedoel, juist die Mrs. Trevelyan. Zo, ben je er eindelijk. Ah, hallo Leo, sorry dat ik zo laat ben, ouwe jongen. Beter laat dan nooit, zomaar zeggen. Ah, mag ik even voorstellen, meneer Latham? Dat is Leo Brandt, een vriend van mijn man, Carl Latham. Maakt u het? Shake. Ja, Wilt u wat drinken, meneer Latham? Nou, ik hoop niet dat u het erg vindt, maar ik moet er echt vandoor. Goedenavond, mevrouw Vlaanderen, meneer Vlaanderen. Goedenavond. Meneer Brandt. Tot ziens, meneer Latham. Tot kijk. Zo, Leo. Je hebt mijn telegram dus gekregen? Wat dacht jij dan? Kom naar Luigi, om 9:15. Om 9:15? Ja, ik weet het. Sorry hoor, maar ik ben hem eenmaal opgehouden. Ja, dat heb ik gemerkt. Laten we ergens gaan zitten waar we rustig kunnen praten, hè? Flora, nog 2 martinis en, wat drink jij, Leo? Een whisky, on the rocks graag. 2 martinis en een whisky on the rocks. Jawel, meneer. Kort te gaan, Leo. Dat wou ik je voorstellen. En hoe lang wil je dat ik in Canterbury blijf? Dat hangt er wel af. In ieder geval toch zeker een dag of 3, 4. Mm-hmm. Ik neem aan dat je niet gelooft dat die Chester of Mulberry feitelijk die Alex is. Nee, ik ben ervan overtuigd dat hij dat niet is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij geregeld contact met Alex onderhoudt. Mm-hmm. Daarom wou ik graag dat jij naar Canterbury ging, Leo. Ze kennen je daar niet en je uiterlijk is nou ook niet zo intelligent. Ja, zo zou je het kunnen uitdrukken. Je zegt het tenminste zelf. Tja, ja, het lijkt me wel een goede setup. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Een Amerikaans toerist, compleet met camera's, ijswater, kalgummi en de hele rest. U moet het natuurlijk niet gaan overdrijven. Oh, laat dat maar aan mij over, mevrouw Vlaanderen. Er is nog één ding, Vlaanderen. En dat is? Stel nou eens dat Chester me in de gaten krijgt en handtastelijk wil gaan willen. Nou, die situatie kan ik rustig aan jou overlaten, Leo. Oh, sure, maak je daar maar geen zorgen over. Maar stel nou eens dat ik, nou ja, dat ik op de een of andere hot information voor je stuit. Dan moet je bij bellen. Hmm. Weet je wat? Bel me iedere morgen tussen 7:00 en 10:00 en iedere avond tussen 9:00 en middernacht. Hmm. Wanneer ik nog geen telefoontje van je heb gekregen, ben ik binnen 2 uur bij je. Oké. Laat de rest maar aan mij over. Dank je, Leo. Gewoon niks te danken, hoor. Zeg nog één ding. Mocht je onverhoopt niets van me horen en je komt naar Canterbury en kunt me nergens vinden, vergeet dan vooral niet, het is allemaal een kwestie van spiegels en dubbele bodems. Huh? Oh, ja! Ja, ik zou eraan denken. Oké. Goedenavond, mevrouw Vlaanderen. De volgende keer dat we elkaar ontmoeten, zeg ik Ina. Tot ziens, Leo. Dat is toch een aardige man. Ja, dat is hij inderdaad. We hebben samen op 1 kamer gewoond, jaren geleden in New York. We hadden een vreselijk nieuwsgierige hospita. Dat bedoelde hij toen hij het over die spiegels had en die dubbele bodem. Als een van ons een boodschap voor de ander had, waar die hospita niets van hoefde te weten, dan schreef het op een stukje papier en plakte dat achter de spiegel op de schoorsteenmantel. Meestal met kalk. Oh, hoe oud is hij nu? Leo, die zal ongeveer, in de 40 zijn. Hé. Hey. Daar hebben we onze vriend Latham weer. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Vlaanderen, dat ik u alweer kom storen, maar die huisknecht van u staat beneden. Hij schijnt nogal in de war te zijn om de een of andere reden. U bedoelt Ricky? Ja. Is die beneden? Ja, bij de vestiaire. Hij schijnt geprobeerd te hebben u te bellen, maar de telefoon is hier kapot. Is er iets gebeurd? Tja, om u de waarheid te zeggen, ik kon niet goed wijs uit hem worden. Vlak nadat u weg was, schijnt er iemand bij u thuis te zijn gekomen die u absoluut moest spreken. Een of ander meisje. Ricky dacht dat het vreselijk belangrijk was. Een meisje? Ja. Wat voor meisje? Oh ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik geloof niet eens dat hij dat zelf goed wist. Misschien is... Zeg meneer Vlaanderen. Zou dat meisje niet kunnen zijn? Ik bedoel, dat zowel mij als uw vrouw gevolgd heeft. Dat meisje in het bruin. Waar is Ricky? In de vestiaire, zei je? Ja, hier beneden. Oké. Dankjewel. Ga mee, Ina. Hallo, Ricky. Vertel maar eens, wat is aan de hand? Zo sorry dat ik u kom storen, mijn heer. Maar nadat mevrouw was weggegaan, kwam er 1 jonge dame.
Ze zei dat ze u absoluut moest spreken. Toen heb ik geprobeerd om u op te bellen, meneer, maar ik kon geen verbinding krijgen. Ik begrijp het, Ricky. Is zij nog steeds thuis? Ja, mevrouw. Hoe ziet dat meisje, die jonge dame, eruit? Oh, erg knap, erg knap. Maar ook erg opgewonden. Ja, dat weet ik. Maar beschrijf haar uiterlijk eens. Zij is helemaal in het bruin, meneer. Bruine schoenen, bruine taas, bruine mantelpak. Dankjewel, Ricky. Waar staat je auto? Op dat stukje grasland, op de hoek. Pak jij je jas, dan zal ik van starten. Oké, Paul. Ga mee, Ricky. Daar is mevrouw, meneer Vlaanderen. Ah, mooi. Oh, sorry dat ik je moest laten wachten, Paul. Maar ik kon het bonnetje van de vestiaire eerst niet vinden. Oké, laten we maar gauw gaan. Wat was dat? Moet je dat nog vragen? Verdorie nog aan toe. Welke band is het? De linker voorband. Er ligt hier allemaal glas, meneer. Ja, inderdaad, Ricky. Het lijkt wel een stuk geslagen fles. Nou, als je het mij vraagt... Wat vreemd, hè, Paul? Dat er juist hier overal glas ligt. Ja. Je zou bijna denken dat het met opzet daar neergelegd is. Om ons te dwingen tijd te verliezen door het wiel te verwisselen. Maar dat is nou precies wat we niet gaan doen. Ga mee, hè. Ricky, hou jij naar de ander. Hé, wie hebben we daar? Meneer Vlaanderen, heeft u moeilijkheden? Goedenavond, dokter Kojima. Ik wil u vanavond nog even spreken, meneer Vlaanderen. En ik hoorde van Sir Graham dat hij naar Luigi was gegaan. En daarom dacht ik... Is deze taxi van u? Ja. Stap in, hè. Veeg die scherven daarbij gelijk hier vlug. Hé, meester, wat hebt u te doen? Ja, dat is in orde, chauffeur. Waar bent u heen, meneer Vlaanderen? Eaton Square. En gas op de plank. Kom, van de kamer, meneer. Mag ik even? We zien je direct thuis wel, Ricky. Wij kennen elkaar nog niet, geloof ik. Oh, neemt u me niet kwalijk. Dr. Kojima, mijn vrouw. Komt u hier maar zitten, mevrouw Vlaanderen. Vlug, chauffeur, vlug. Ja. Zou u het heel erg vinden om even in de taxi te wachten, dokter Kojima? Duurt echt niet lang. Nee, gaat u maar. Hier is 10 shilling, chauffeur, en bedankt. Oh, dank u wel even, meneer. Heb jij de sleutel, kindje? Ja, dat geloof ik wel. Tenminste, ik zal hem toch niet thuis hebben gelaten. Oh, nee, gelukkig, hier is hij. De deur staat open. Ja, dat zie ik. Stil, kindje. Waarom? Sst. Ik denk dat ze in de voorkamer is. Nee. Nee, Paul, hier is niet. Oh, Paul. Paul, daar ligt ze. Daar op de grond. Paul, kijk eens al dat bloed. Kom, kindje, kom. Oh, Paul, wat afschuwelijk. Rustig nou, kindje, rustig. Het gaat wel weer. Is... Ja, ze is dood. Doodgeschoten. Dat moet een paar minuten geleden... Wat is er? Paul, wat is er? Luister. Er is iemand in de badkamer. Ja. Kindje, pak mijn revolver. In de bovenste la van mijn bureau. Vlug. Alsjeblieft. Dank je. Waarom stop je die nou in je zak, Paul? Sst. Ga daar bij de deur staan, Ina. Mag ik u verzoeken om uit die badkamer te komen? Ik zei, mag ik u verzoeken om uit die badkamer te komen? Daar ben ik, meneer Vlaanderen.
Inspecteur Crane.